Op de dag van de operatie komt u samen met uw begeleider een half uur voor de operatietijd naar de kliniek. U bent dan nuchter. Dat betekent dat u vanaf 12 uur 's nachts niets gegeten heeft en alleen heldere vloeistoffen heeft gedronken tot 2 uur voordat wij u verwachten. Bij vertrek van huis heeft u de paracetamol nog met een klein beetje water ingenomen. Mag u nog heel even plaatsnemen en dan komen wij zo bij u om u naar boven te brengen. Dank u wel. Uw begeleider kan bij u blijven totdat u wordt opgehaald door een van onze gastvrouwen. Uw begeleider mag dan de kliniek verlaten, maar blijft wel in de buurt. Na de operatie zullen wij uw begeleider telefonisch benaderen en vragen u weer te komen ophalen. Op de afdeling krijgt u een bed toegewezen en mag u zich omkleden in speciale operatiekleding. Uw eigen kleding kunt u opbergen in een daarvoor bestemde mand die bij het bed blijft staan. U mag uw slip aanhouden en eventueel schone sokken onder de slofjes aantrekken. Dan wordt er een infuus ingebracht en antibiotica toegediend. Uw anesthesioloog en chirurg komen even aan uw bed voor de laatste controles voor de operatie. Daarna loopt u onder begeleiding naar de operatiekamer en mag u op de operatietafel gaan liggen. Er wordt hartbewaking en een bloeddrukmeter aangesloten. Dan neemt de chirurg samen met het hele operatieteam een laatste checklist door en wordt u nog eens gevraagd wie u bent en waar u precies voor komt. Vervolgens brengt de anesthesioloog u via het infuus in slaap en tegelijkertijd krijgt u een kapje op waar wat extra zuurstof uitkomt. Nu kan de operatie beginnen. De hele operatie zal gemiddeld 1 uur duren. Daarna wordt u wakker gemaakt en naar de uitslaapkamer gebracht. Als u goed wakker bent, krijgt u iets te drinken en te eten. Inmiddels hebben wij ook uw begeleider gebeld en gevraagd om naar de kliniek te komen om u te komen ophalen. Want als u geplast heeft en als alles goed met u gaat, mag u naar huis. De eerste 24 uur mag u niet alleen zijn en voor een goed herstel adviseren wij 2 weken rust.